Journalist en schrijver Flip van Doorn ging op reis door Friesland. Hij doorkruiste de provincie, ging op zoek naar de verhalen en mythes... en kwam daarbij ook ver buiten Friesland terecht. Reisverslag was een elftochten, schreef hij op in een kloekboek. De Friesen, een geschiedenis. Flip van Doorn, welkom. Goedenavond. En uh, naast jou zit dichter het Zeep Goedenavond. Gehaald. Uh, geboren en getogen in, Fries, uh, dus. in Friesland. En, uh, en uh, het boek gelezen. We gaan zo even horen wat jij ervan vindt, uh, Flip. Want ja, het is dan Die is dan, dat is dan een echte Fries. Mm -hmm. uh, jij niet echt, maar wel een klein beetje. Hoe zit dat? Ja, uh, in Friesland zeg ik dan altijd mijn paken wie een Fries. Mijn, wat zeg je dan? Uh, mijn groot... mijn paken wie een Fries. Ja? Mijn grootvader was een Fries. <laughs> en ik ben uh, tien jaar geleden vanuit de Randstad naar Friesland verhuisd. Dus... Uh, ja, ik, ik, eigenlijk vanaf het moment dat ik daar kwam wonen. ben ik me af gaan vragen waar ik terecht was gekomen. En dat was de aanleiding om dit boek te gaan schrijven. En hoe vaak heb je dat daar moeten zeggen? Niet paken wie in Fries? Nou, dat is eigenlijk altijd als ik, me, als ik me meen te moeten verantwoorden voor mijn aanwezigheid te midden van vriezen, dan gooi ik hem er even in. Ja, en wat, wat zijn de situaties waarin je dan toch moet zeggen: Nou, ik, ik, heb echt wel, ik ben echt wel een van jullie? Ja, het, is, het uh, komt misschien toch vanuit het gevoel van erbij willen horen. Dat, uh, dat, dat, dat kan in een, een vergadering van een, uh, een clubje in, uh, in de stad zijn. Ik woon in Elst. Klein stadje. Ja. Maar daar uh, een activiteit, een ding, dan. dan uh, als er dan Fries gesproken wordt, uh, ik uh, me toch identificeer van, ik, ik ben ook een beetje Fries. Ja, ja wat, nou, uh, uh, Grutte Pier, uh, de Friese volksheld die rond 1500 uh, leefde, die had, die had een zinnetje om erachter te komen wie een echte Fries was. ja. Kun je dit eens even aan het zeten uh, laten horen? Ja, dit, <laughs> dit is de vuurproef, <laughs> uh, vrees ik. Ja, dat is butter, en green cheese. Waar dat net Sissik in is. Geen oprochten fries. Ja, dat is wel netjes. Ja, dat is... netjes. Ja, hij, is, hij zou de grens, denk ik... Zou, je, zou <laughs> hij zou die hem geloven? Ja, dat moest je dan nou zeggen als je de grens over wilde, volgens mij. Hè? Ja, of als je niet wilde dat je kop eraf gehakt werd. Ja, dus, ja. Oh, <laughs> ja. Dat Goed, ja. Dan, ja, dan, dan geef je wel een goede kans. Want, want hoe belangrijk is het om het te spreken? Uh, ja, en ik woon dus al heel lang niet meer in Friesland. Maar uh, vroeger was het bij ons, je moest het kunnen verstaan. En ik kom uit de Friese Woude, dus dat is weer een hele andere hoek dan uh, drills. Ja. Ja, uh, want, want, want je kan het wel verstaan, toch? Ja, dat, dat geldt nog steeds. Als je het, als je het verstaat, uh, en, en als er dus uh, in, een, in een groep Fries gesproken wordt en ze hoeven om jou niet naar het Nederlands om te schakelen, dat is wel heel mooi. Ja, dan heb je al. Uh... Ja. Maar uh, om op mijn uh, 42e echt nog Fries te gaan leren spreken. Dat, dat was toch net een brug te ver. Uh, je onderneemt een aantal tochten. Mm, dat gaat buiten Friesland. Want uh, de, de, de Friese erfenis en de, en de Friese voorgeschiedenis, die, die, die vinden we overal wel. Uh, er komen een aantal mythes ter sprake. Met, met welke heb jij het meest? Uh... Ja, wat, wat, wat ik een heel mooi verhaal vind, is de mythe van de Friese vrijheid. Uh, dat is, dat is zo'n groot begrip en dat gaat zo ver terug. En dat is ook een rode draad die uh, door de hele Friese geschiedenis uh, blijft lopen. Dan je, je komt Karel de Grote tegen, je komt uh, de, de graven van Holland tegen. Uh, iedereen die geprobeerd heeft de Friese te onderwerpen, stuitte op die Friese vrijheid. En het is ook een begrip wat door de Friese geëxporteerd is als het ware in de middeleeuwen. Moet je je voorstellen, Friese handelsreizigers... die, die, die trokken door heel Europa. En uh, die hebben bijvoorbeeld in uh, Lissabon... bij de herovering van het Iberisch Schiereiland op de morgen hebben ze een rol gespeeld in de bevrijding van Lissabon. Uh, in Zwitserland worden nog mythes verteld... waarin de, de Friesen als, als vaders van de Zwitsers worden neergezet... En dat, dat komt omdat Friese handelsreizigers de Zwitsers inspireerden met, met, met hun Friese vrijheid. Dat was echt iets heel groots in de middeleeuwen. Ja, dus, dus ook als exportproduct, uh, tegelijk hebben we, we hebben het hier over de Friese, maar er is niet één Friese, hè. Nee, nee dat uh, vanuit de Randstad bezien denk je van Friesland, nou ja, dat is uh, één provincie met een volk, met een vlag, met, met een volkslied, met een, iets van een volksaard. Maar als je ertussen gaat wonen, dan blijken er uh, ja, elke. elke Terp, zeg ik, heeft een, uh, heeft een andere taal, een ander accent. Heeft een, een, ja, het is ontzettend divers. Uh, Chit had het al over de, de walden ja. waar hij op groeide. Bij het werd. dorp heb je daar verschillen. Dus, uh, ja. in zwaar, wij zeggen voor koude melk, koude molken. En daar zeggen ze koude molken. Ja. Ja. En, maar zit dat dan alleen in talen? Of zijn, nee, is dat binnen ook wel... Friesland ook echt andere eigenschappen? Ja, het zit ook in de reputatie trekken. wel bijvoorbeeld uh, bij ons. Wij gingen dan uh, in Veenklooster in de Friese Wouden uh, op stap in de Bardensing de Ringo. En als er dan mannen uit uh, de Harkema net even wat uh, te dicht langs het schouder, de schouder van iemand uit Zwagenstein uh, liep, zeg maar, dan was het uh, slaandrij. Ja. Ja. Maar als, als de pijlen zich op Friesland richten, dan sluiten de rijen dan ook meteen? Dat vraag ik me af, want ik denk dat de mensen het stelling werven en, en de, de mensen die beeld spreken en, en de stadsfriesen bijvoorbeeld er zijn genoeg Leeuwarders die niks moeten hebben van, als je, van je, als je in Fries begint te praten. Ja, ja. ja Leeuwarden ja. spreekt geen Fries. Dat nee. is, uh... nee. Mijn oma die zei altijd: uh, want mijn, uh, mijn opa die zei tegen mijn oma: Mijn oma kwam in Dokum. en dat is dan de grote stad, het dat het stelt niet veel voor. Maar die zei altijd, over de dokumus, die zei altijd... Ja, die dokumus, ze zouden en ze wouden, maar ze durfden niks. En dat is dan stadsfries. Dus ze zouden en ze wouden, maar, maar ze durfden niks. Ja, dus, dus, de, ja de, de, de tegenstellingen die vind je ook gewoon binnen Friesland. Het is helemaal geen uh, homogeen gebied eigenlijk. Nee, in tegendeel. In tegendeel. Je, 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 je gooit er ook nog een aantal... Um, uh, je onderzoekt een aantal clichés rondom Friese. Ik vond één heel leuk. Ze slapen allemaal in een tweepersoonsbed... zodat ze ook s'nachts dwars kunnen liggen. <lacht> <lacht> Je moet al lachen. Ja, ja dat was... dwars... Het zijn dwarsliggers, Friese. Ja, het zijn blokkeerders en het was Ja, ja. 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 ja maar dat, dat heeft denk ik ook weer met die, met die, met die vrijheid te maken. Dat, dat zit er toch diep in hoor. En als ja. er iemand anders en zeker van, vanuit de randstad jou komt vertellen hoe het moet. Ja, maar zou dat ook niet zijn, andere provincie? Ik denk dat de mensen in Drenthe zich ook niet graag iets laten vertellen door mensen Den Haag. Ja, maar ik, maar ik denk dat het de... de afstand gaat van, van de macht misschien. Ja, in, in Limburg heb je het ook. Alleen ik heb die uit de Friese er wat, wat meer mee koketteren, als het ware. Ja, dat zou kunnen. Ja. De, en er is ook nog het, het, uh, het gezegd dat je hebt op zijn 11-30, uh, dat zou kunnen komen van de 11 steden in Friesland en de 30, moet je me even helpen: Grietenijen. Grietenijen, eigenlijk gemeenten vroeger. Ja, ja. En, en die hadden zo weinig. Dat overleg liep zo stroef dat het altijd op zijn 11.30 ging. Ja. Het, uh, in de, de Friese staten had je dus de, de 30 grietenijen en de 11 steden. En die moesten gezamenlijk tot besluitvorming kopen. En dat, dat was, waren ook oeverloze discussies. En uh, dat ging maar heen en weer. Dus dat, uh, ik, ik geloof dat het gezegde oorspronkelijk uit de weverij komt. Maar het, dat werd ook op de besluitvorming in Friesland geplakt. En dat 1130, dat, dat uh, is zover uh, doorgevoerd. Dat uh, er is een uh, kanon van de Friese geschiedenis. En die telt precies 1130. 40 lemmas, dus uh, het, is, het is wel een, uh, ja, je, je komt het overal weer over tegen. Um, er komt enorm veel voorbij in het boek. Het is uh, ja heel veel historie uh, en heel veel over, over de provincie. Zee, welk welk beeld rijst er, uh, er op van de Friesen, zoals het boek heet? Ja, wij zouden zeggen als wel een beetje toch als een zwetters. Met de Zwitsers. Ja, een beetje. Als, nee, die verhalen die ze gewoon zichzelf bedenken. Maar dat lijkt me, elk volk doet dat waarschijnlijk. Maar de Friesen zijn daar wel heel goed in. Ja, in de eigen uh, mythes bedenken. Ja. En dat maakt ze misschien ook wel tot een heel uh, aantrekkelijk volk. Als je jezelf helemaal serieus neemt en al voortdurende gordroge verhalen vertelt. Dan schiet niet op. Ik moest aan die elf denken. En toen ik besluitvorming in Friesland. er is een verhaal over de, de, hoe recht gesproken werden. hoe de Aasegaas de wijze, maar daar hadden ze tien van, en die konden dus nooit, die konden dus niet recht spreken, daar was nog iemand bij nodig. Dus die gingen in een bootje, gingen die de Waddenzee, of de was het misschien toch niet eens. Die gingen in ieder geval de de, de, de vaart op, en toen werd mistig, net zoals de afgelopen dagen, Echt? en de mist trok op, en in één keer was daar een elfde. Echt gebeurd? Ja, natuurlijk is dat echt. Ja, <laughs> ja, alleen in Friesland gebeurt dat. Ja, ja. ja de, want, want de, er zijn meer mythes. Hè. Uh, tot in Rome, rijdt je boek. Je bent, ja, je bent, je bent de bereidsreis van Denemarken via Zwitserland inderdaad in Rome. Wel, 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 welk verhaal hangt daar vast? Uh, een aantal verhalen. Uh, er waren al twee uh, Friese uh, heersers die uh, in de tijd van Nero. Uh, naar Rome trokken om met de keizer te onderhandelen. En in de tijd van Karel de Grote hebben de Friese uh, de paus bevrijd, die op een gegeven moment door de inwoners van Rome was uh, gevangen genomen. Want ja, ze waren het niet eens met hem als paus. Maar hij was dan weer een pion van Karel de Grote. En uh, de Vriezen hebben Rome uh, veroverd, de, de paus bevrijd, de poorten gesloten houden, gehouden, tot Karel de Grote er was met zijn legermacht, toen de poorten ja. opengegooid. En als dank kregen zij van Karel de Grote die, die Friese vrijheid ja. uh, en de, de privileges. En hij eigenlijk zelfs hoorden. een kerk daar. Eh, eh, en een kerk, eh, ja, Franeker eh, Joure en Sloten heb je niet bezocht voor dit boek? Kan je dan nog wel komen? <laughs> nou, dat vraag ik me af. <laughs> Kijk, mijn, mijn uitgever waarschuwde toen ik begon van... Uh, probeer alsjeblieft niet volledig te zijn, want dan uh. gaat je niet lukken. Dus we hebben keuzes gemaakt. Uh, ja, en, en inderdaad, bijvoorbeeld Vraneker, Jouren en Sloten. Uh, komen... En Zwage hè? hè? Zwa zwa maar maar, maar dat kan niet toch gewoon komen nog steeds? Uh, ja, met, met bescherming misschien. Met bescherming misschien. Ja. Uh, Flip van Doorn, De Vriezen, dank dat je er was. seed, Brian, ook dank dat jij er was. Morgen zit hier Mieke van der Weijen. Goeienacht.